ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ga gelijk mijn eerste weekvlog van 2022 opnemen. Dus daar heb ik onwijs veel zin in. Als je het leuk vindt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met de weekvlog. Als het goed is zijn er vorige week twee weekvlogs online gekomen. Dat was nog van 2021. Die beelden had ik nog niet bewerkt, maar ik heb ze toch maar even online gezet. En nu is het gewoon 2022 en ga ik mijn eerste weekvlog weer beginnen. Ik heb er echt onwijs veel zin in, omdat ik echt een tijdje niet heb gevlogd. En ja, ik kan echt niet wachten. Het is vandaag maandag 3 januari. En ik zou het heel erg leuk vinden als je deze vlog meekijkt. Ik ben dus nu bij mijn vriend thuis en ik sta nu in een lege kamer. Nou ja, niet helemaal leeg. Hij is best wel leeg, er zit alleen een kledingrek in. En hier staat een kast. Want ik ga dus deze week mijn kleding en mijn spullen hier naartoe verhuizen. Dus dat leek me wel leuk om te laten zien. En vandaag is het maandag en vandaag ga ik de hele dag oppassen. Want de scholen zijn natuurlijk dicht en ik werk op school. Dus ik ga vandaag een dagje oppassen. Dus het intro is al veel te lang en we gaan lekker beginnen. Wil jij er ook nog iets op? Helemaal goed bezig met vloggen, ga ik proberen. Horloge weer om, mijn Apple Watch. Goed hè? Nou, ik ging oppassen. We hebben cakejes gemaakt en we gingen skileren. En, ja, goede voornemens hè, altijd nog de eerste weken. En nu ga ik mama's nagels doen. Met pink gelak. Nou, dit zijn de kleuren die ik al heb. Op zich al best wel een paar. Ik ga straks ook mijn eigen nagels doen, maar ik ga dus eerst mama's nagels doen. En mama heeft nu deze kleur. De kleur die we erop aan het doen zijn is, stel natuurlijk weer niet scherp, Sunblazed Orange 290. Oké, wij hebben net lekker gegeten. En ik ga dus nu mijn eigen nagels doen, want ik heb er nu niks op zitten. En ik dacht, ik laat het eventjes aan jullie zien hoe ik dat doe. Nou, dit licht doet niks goed. Ik ga morgen ook even... Wanneer gingen we naar de zonnebank? Woensdag? Woensdagmiddag, hoezo? Ja, ik heb het echt nodig. Ik ga eventjes kijken welke kleur ik wil. Als eerste vel ik even mijn nagels. Even de vorm en ook even de bovenkant een heel klein beetje zo. Zodat het wat beter op mijn nagels blijft zitten. Dus dat ga ik nu eerst eventjes doen. Oké, ik heb het allemaal klaargelegd. Ik had gewoon die starter set had ik gekregen. En hier staat mijn lamp. Ik ga eerst eventjes kijken welke kleur ik wil. En als ik weet welke kleur... Dan gebruik ik eerst die prep booster. Dan gebruik ik de base. Dan gebruik ik de kleur. En dan gebruik ik shine. En dit is iets anders. En op het einde gebruik ik nog olie voor mijn nagelgriemen. Dus ik ga nu eerst een kleurtje uitkiezen. Oké, de nagels zijn weer helemaal gedaan. Je ziet, misschien komt de kleur niet helemaal over. Maar het is echt een hele lichtroze kleur. En het is de kleur Milkshake Pink in 265. Dus nu kan ik er weer eventjes tegenaan. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik zie er echt zo bleek uit zonder make-up. Het is echt niet te doen. Ik ga straks me opmaken en even klaarmaken. Maar ik ga vandaag al mijn spullen inpakken voor naar mijn kamer hier zo. En ik ga zo meteen een bestelling bij de Action ophalen. Want ik had pick and collect gedaan. En ja, ik ga jullie vandaag gewoon lekker meenemen in wat ik dus allemaal... moet opruimen en doen. En dan gaat deze kamer eindelijk ingevuld worden. Of hoe noem je dat? Ingedeeld worden. Dus dat is leuk. Oké, ik ben terug van de Action. Maar we hadden dus niet alles op voorraad. Dus ik had besteld eigenlijk voor de kledinghangers. Maar die waren dus niet op voorraad. En dan moet je dus minimaal 15 euro. Dus als je die wil moet je nu weer opnieuw bestellen. Dan kan deze bakjes ook nog. Oh, het zit helemaal aan elkaar vast. Deze, dit en dit. Oké, ik ben bezig met mijn kamer. Het is echt zo vreselijk. Nou, ik heb in ieder geval twee dozen pas ingepakt. En het is echt overal een troep. Dit zijn gewoon nog van mijn vorige verhuizing. Mijn kleding moet nog allemaal gedaan worden. En dit kastje zit dus helemaal vol met make-up. En ik heb dus met mezelf afgesproken. Het zit helemaal vol dat ik alleen deze la met make-up mag houden. En de rest moet allemaal weg. Dus dat ga ik dus nu doen. Echt... Hoe kan ik dit voor elkaar krijgen? Ja, je wilde dat toch? Nee. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Het is nog voor 8 uur. En wij hadden het goede plan om
poffertjes te eten om 8 uur. Want we hebben zo'n afspraak. Dus dat gaan we doen. Ik heb voor het eerst deze week weer even lekker wat make-up op mijn ogen gedaan. Dus dat doet weer heel veel goed. En we gaan eten. En daarna gaan we mijn spullen verhuizen. Er staan hier al 2 dozen. Die had ik gisteren meegenomen uit werk. Oké, wij zijn terug. En we gaan zo de spullen verhuizen. Ik zal even een before maken van de kamer. Zo ziet het er before uit. Wat is het blauw licht, zeg. En deze kast. Maar dit moeten we nog eventjes mooi maken. En hier komt een kledingrek. Hier komt een kledingrek. Make-up tafel en een spiegel. En het eerste kledingrek hebben we al. Dus die kan naar binnen. Ik heb helemaal niks van de verhuizing gefilmd. Nou, dit staat in ieder geval. En rekken. Oké, de meubels staan er. Ik moet nu dus al mijn spullen er nog in doen. Er staan hier wel dozen. Je ziet jou niet er. En ik ga dus nu alles erin doen. Ik heb dit al even zo klaargezet. De eerste doos is leeg. Daar heb ik mijn schoenen uitgehaald. En mijn tasjes. Die hangen daar. En ik ga nu de rest doen. Oh, ik lijk wel een tomaat. Nou, ik ben net onder zonnebank geweest. En zoals je ziet ben ik verbrand. Ik zal even laten zien wat we tot nu toe hebben. Kijk, ik zal alles even dicht doen. Nou, dit kastje staat nu. Ik moet hier nog wel spullen inleggen, maar het staat in ieder geval. En dan wil ik hier allemaal parfum opleggen en dan wil ik daar mijn sieraden hangen. Dan hebben we dit kastje nu mooi gemaakt. En dan doe ik daar ondergoed en hier doe ik broeken en zo. En dan heb ik dit kastje nu ook ingedeeld. Hier zit al mijn make-up in. Dit is een sieradendoosje, echt super mooi, zo. En dan moet ik nog eventjes kijken. En ik heb in ieder geval mijn schoenen neergelegd. Maar hier moet dus nog mijn kleding. En daar hangt nu dit. En dit moet nog even opruimen. Dus dat is tot nu toe. Ik ga nu even douchen. Het is vandaag donderdag. En ik ga vandaag met mijn moeder en mijn broertje in Leiden een soort escape doen. Dus het is geen escape room. Maar je doet het dan buiten. We hebben dat ook in Den Haag gedaan. Was echt super leuk. Om te doen nu er niks kan. Dus dat ga ik vandaag doen met mijn moeder en mijn broertje. En dan gaan we lekker eten afhalen. En ik ga nu nog eerst een bestelling bij de Action afhalen. Voor mijn kamer. En ik ga zo meteen ook nog wat kleding halen. Want ik wil het gewoon een klein beetje af hebben. Nou, het verbranden is wel gelukkig een beetje weg. En ik krijg vandaag ook lekker een pakketje van Lovies. Dus dat is ook heel erg leuk. Maar ik ga in ieder geval nu even naar de Action. Ik ben terug van de Action. Wat ik heb gekocht, ik zal het even snel laten zien, is een rek voor de was. Voor de rest heb ik nog 2 van die setjes met kledinghangers gekocht. Ze lijken alleen niet helemaal wit. Zie ik nu. Nou ja, dat zien we zo. En ik heb van die haakjes gehaald. Waar je dan bijvoorbeeld je badjas aan kan hangen. En voor de rest heb ik alleen maar schoonmaakspullen gehaald. Qua sponsjes en zo. Dus dat ga ik nu even in mijn kamer zetten. Oké, ik heb net mijn spullen bij mijn vader kleding uitgezocht. Nou, hier staan 2 zakken kleding. Hier. En hier. En dat ga ik dus nu allemaal, nou niet nu, maar dat ga ik vanavond allemaal aan het kledingrek doen. Dus dat gaat nog wat worden. Nou, ik heb me opgemaakt, muts op, want ik ga naar buiten. En daarbij heb ik mijn zadigtas. En we gaan dus nu die, ik ga nu naar mijn moeder toe en dan gaan we die escape doen in, in Leiden. Dus dat is heel erg leuk. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik ga er nu vandoor. Zal ik nog mijn ringen even omdoen? Nee, ik ga er nu vandoor. Oké, wij zijn in Leiden aangekomen en we zijn bezig met de escape. Wat dit is, dus, het is nu een verhaal over, ze heet Goeie Mie. En ze moet een geheime uitgang vinden, want ze moet ontsnappen uit Leiden. Dus daar zijn we nu mee bezig. En wij krijgen dan vragen met codes, met dingen die je in Leiden kan vinden. Dus dat is wel heel erg leuk. En we hebben de eerste hebben we nu gehad en het is dus iets van 2 uur. Dus je moet proberen in 2 uur tijd zoveel mogelijk goed te hebben. Kijk, zo ziet het eruit. Kom je normaal nooit. Zo ziet het eruit. Heel leuk, amazing. Oh. Nou, van eten naar eten. We zitten first dates te kijken. En
Ja, de lumpia's. We hebben lumpia's. Oké. En lekker sushi. Nou, ik pak uit, oké? Ja. Deze uit? Nee, maakt niet uit. Oké, hier zit een heel spannend tasje aan vast. Dat zijn denk ik de lumpia's, die zitten altijd apart. Oeh! Oeh! Dat was denk ik van jou. Denk ik ook. Mooi ei. Ja, die is voor mij. Zo. En als ja. En stokjes. En zit er ook nog zakjes soja in? Zeker. Oké, ik ben weer thuis. Het licht is echt mega slecht. Maar ik had een pakketje gekregen van Lovies. Het is eigenlijk een samenwerking via Instagram. Maar ik dacht, het is wel leuk om het even te laten zien. Ik doe even de deur dicht. Dus ik heb bij Lovies weer een paar leuke dingen uitgekozen. Ik ga het morgen ook passen, want dan ga ik foto's maken. Maar ik kon echt niet wachten met openmaken. Dus dat ga ik lekker nu doen. Even kijken, ik heb als eerst een blazer. Dit is namelijk echt mijn lievelingskleur. Het is een beetje kaki groen. Ik weet niet of de kleur nu helemaal goed overkomt. Ik heb deze in een maatje S. Deze normaal 60 euro. En dit is dus het jasje. Echt super mooi. Hier ben ik echt onwijs blij mee. Dus dat is deze. En daarbij hoort natuurlijk een bijpassende broek. Die heb ik ook. Nou, en dit is de bijpassende broek. Ik heb de broek in een maatje M. Dus ik hoop dat die gaat passen. En de broek is normaal. Er staat nu geen prijs bij. Maar volgens mij is die normaal 40 euro, de pantalon. En ik ben er echt heel benieuwd naar. Dus dat is het groene pak. Super blij mee. En dan heb ik nog een heel leuk item. Dat is namelijk een giletje. Ik ben echt helemaal verliefd erop. Ik heb ook echt mega veel andere kleuren. En toen zag ik een zwarte teddy. Toen dacht ik, deze moet ik echt hebben. Ik heb hem ook in het beige. En het is dus deze. En dan heeft hij dus hier ook een riem, dacht ik. Is het zonder riem? Ik dacht dat er een riem bij zat, maar die zit er niet bij. Dus dat is gewoon zo eentje die je hier overheen kan doen. Dus dat is heel erg leuk. Dus dat is deze. En ik ga nu mijn kamer opruimen en dan zien jullie mij morgen weer. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik heb strips op mijn tanden, dus misschien praat ik een beetje gek. En ik heb me net klaargemaakt. Ik moet alleen nog mijn haar doen. Het is een beetje pluizig. Sinds ik Olaplex gebruik, merk ik wel dat mijn haar echt veel beter is. Ik geloof er nooit echt in, maar ik merk echt heel veel verschil. Dus dat is echt een aanrader. Ik vind het gewoon meer glans hebben en lekker zacht. En oh, ik prik het echt vol hier. En ik voel gewoon dat mijn haar gewoon echt beter is. Dus dat is super fijn. Ik had gisteren een pakketje natuurlijk van Lovies gehad. Ik zal het giletje even laten zien. En het pak pas ik dus ook. Alleen de broek is een beetje lang, dus ik moet daar nog even naar kijken. Maar ik vind het in ieder geval heel leuk. Dus hier ga ik zeker een fotootje mee maken. Het is weer zover. I'm back. Had je de laatste vlogs gezien? Daar zat jij in, hè? Ja, dat was dan wel de oude vlogs. Nou, ik ben samen met Donna. En we zijn foto's aan het maken. We hebben net één foto gemaakt. We gaan straks ook een mukbang opnemen. We gaan TikToks opnemen. Yo, we zijn zo goed bezig. En ik heb nu een nieuw pak aan van My Jewelry. My Jewelry? Oh, van Lovies. Dat komt omdat jij dat net zei. Wat? Ga je naar mij de schuld? Nou, we hebben twee foto's gemaakt. Het ging niet allemaal heel soepel bij mij. Soms heb je dat. En we hebben nu sushi besteld en we gaan lekker sushi eten. Yay. Zin in! Oké, nou, de sushi is besteld en we gaan zo meteen de video hier opnemen. Ik denk alleen dat je de tafel nog niet helemaal goed ziet, maar dat zien we zo wel. Dus als je de video nog niet hebt gezien, ga hem even bekijken. Nou, de mukbang is opgenomen. Ik denk dat hij heel leuk is geworden. Dus als je hem nog niet hebt gezien, check hem even. En wij gaan nu TikToks maken. Het is vandaag zaterdag. Excuus voor mijn hoofd. Ik moest vanochtend om 6 uur werken. En ik ben echt net terug van werk. Ik heb even gedoucht. Maar ik moet me nog klaarmaken. Want ik ga vanavond gezellig met Eva en Lieke een drankje doen. En gisteren was ik natuurlijk met Donna. Was echt super gezellig. En ik heb van haar dus echt nog echt super mooie laarzen gekregen.
deze. En hier ben ik echt zo ontzettend blij mee. Dus dat zijn die. Ik heb ook een pakketje van Lounge binnen. Daar ga ik een apart video van maken. En een pakketje van Naked. Die komt zo binnen. Dus ik ben echt heel benieuwd. En de Lovies dingen zitten helemaal goed. Dus dat is fijn. Ik ga even mijn kamertje opruimen. En dan even chillen. En dan vanavond gezellig met die meiden. Oké, het is inmiddels bijna avond. Ik heb me helemaal klaargemaakt en opgemaakt. En ik ga zo meteen dus naar Lieke toe. En dan gaan we daar eten bestellen. En dan gaan we lekker cocktails maken. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik heb een groen pak aan. En ik ga nog eventjes een lipglossje opdoen. Gewoon deze lip booster van Catrice. Die vind ik wel heel fijn. En dan ga ik er vandoor. Ik had wel al verteld dat ik naar jou ben. Oh, het licht flikkert helemaal. Oh, door die kaars denk ik? Oh, denk het, ja. Oké, we hebben eten besteld. Lekkie! Het is helemaal... helemaal doorweek. Pak hem maar. Ik hoop dat mijn pizza gesneden is. Ik ben heel benieuwd. Eet smakelijk! Het is alweer maandag. Op zondag heb ik echt helemaal niks gefilmd. Ik had ook niet zoveel gedaan. Behalve in bed gelegen. En ik was zaterdagavond natuurlijk met Lieke en Eva. Het was super gezellig. En daardoor heb ik zondag eigenlijk gewoon niks gedaan. Dus ik hoop dat jullie de weekvlog alsnog heel erg leuk vonden. Lekker recent. En dan hoop ik je heel snel weer bij een nieuwe video te zien. Doei doei!